Het is vandaag Dierendag en daarom zijn we hier vandaag bij geitenboerderij Riedammerhoeve midden in het prachtige Amsterdamse bos. Doen jullie vandaag iets speciaals door Dierendag? Iets speciaals. Nou, wij proberen het eigenlijk alle dagen wel goed te doen voor onze dieren. Want in principe moet je alle dagen van het jaar natuurlijk goed zijn voor je dieren. We hebben wel wat schoolklassen op bezoek gehad die speciaal voor Dierendag wilden komen. Meestal ligt het toch een beetje aan het weer of er mensen extra komen of niet. Bij de geitenboerderij hebben ze een speciale manier bedacht om geiten een schone wei te geven. Ja, nou hier lopen onze geiten te grazen en wij hebben een rijdende afzetting. Dat is heel uniek in Nederland. Dat heeft mijn man en onze zoon ontwikkeld. Die afzetting die rijdt heel langzaam, zodat de geiten elke keer een schoon stukje wei krijgen. Want geiten die grazen natuurlijk het liefst in een wei wat nog helemaal schoon is, waar nog geen andere geiten op gelopen hebben. Dus nog geen geitenpoeplip. Dus dan krijgen ze elke keer de hele dag door een schoon stukje grond. En we hebben niet alleen geiten, maar we hebben ook wat kippetjes, we hebben wat varkentjes, we hebben op het moment wat biggetjes en zo. Nou, hier lopen onze kippen en binnen is hun nachthok. En daar leggen ze ook hun eieren. En mensen mogen hier zelf hun eitjes rapen, tegen betaling uiteraard. Ze kopen een leeg doosje in de winkel, dan krijgen ze de sleutel mee. En dan kunnen ze die kastjes mee openmaken en dan zelf hun eitjes rapen. Met alleen de verkoop van eieren red je het niet als geitenboerderij. Daar staan de kazen die net gemaakt worden, die in die plastic vaten staan de kazen die we vanmorgen gemaakt hebben. Via die leiding vangen we de melk op, die we 's morgens om 5:30 en 's avonds zo rond een uur of 5 melken. Verder maken we ook nog verse geitenkaas, we maken kwark, yoghurt, karnemelk. En de melk verkopen we natuurlijk ook zo. En ijs maken we. Dat ijs mochten we zelf proeven en het smaakte heerlijk.